Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het actiepotentiaal. We gaan het hebben over het membraanpotentiaal, het actiepotentiaal en wat natrium en kalium hiermee te maken hebben. Cellen kunnen met elkaar communiceren via chemische stoffen, zoals hormonen, en via elektriciteit, met de zenuwen. Om te communiceren via de zenuwen is een actiepotentiaal nodig. Potentiaal of potentiaalverschil is een term die wordt gebruikt wanneer positieve en negatieve ladingen gescheiden worden gehouden, waarbij er een potentiële elektrische stroom opgewekt kan worden. Een bekend voorbeeld hiervan is een batterij. Het potentiaalverschil drukken we uit in volt, zoals bijvoorbeeld deze batterij met een elektrisch potentiaal van 1,2 volt. In de cel geldt hetzelfde, alleen dan natuurlijk op veel kleinere schaal. Dus drukken we de potentialen in de cel uit in millivolt, oftewel een duizendste volt. Omdat in de cel de potentialen worden gescheiden door een celmembraan, noemen we dat potentiaal het membraanpotentiaal. We hebben namelijk te maken met twee compartimenten die zijn gescheiden door het celmembraan, intracellulair en extracellulair. In beide compartimenten zit een andere concentratie van ionen, zoals natrium en kalium. Hierdoor zal een effect optreden dat we diffusie noemen, waardoor ionenflux optreedt. Ionenflux, oftewel het verplaatsen van ionen, hangt af van het concentratieverschil en de permeabiliteit, oftewel doorlaatbaarheid, van het celmembraan. De ionenflux zorgt daarop weer voor het potentiaal. Er bestaat een concentratieverschil van natrium en kalium binnen en buiten de cel. De kaliumconcentratie is intracellulair ongeveer 28 keer hoger dan extracellulair. Voor natrium geldt het juist andersom. Extracellulair is de natriumconcentratie ongeveer 14 keer hoger dan intracellulair. Als onderdeel van homeostase is dit eigenlijk altijd het geval. Sterker nog, als dit niet het geval is, kun je ernstig ziek worden. Zie hiervoor de video over elektrolytstoornissen. Dit concentratieverschil zorgt voor diffusie van hoge concentratie naar lage concentratie, dus kalium de cel uit en natrium de cel in. Om de homeostase te bewaren hebben we de natrium-kaliumpomp, die per keer 3 natrium naar buiten pompt en 2 kalium naar binnen. Er heerst dan een balans tussen de ionen die de cel ingaan en de cel weer uitgaan. Hierdoor stelt een rustpotentiaal in. Een rustpotentiaal van een zenuwcel is minus 70 millivolt, wat betekent dat intracellulair relatief negatief geladen is ten opzichte van extracellulair. Het potentiaalverschil wordt vooral door natrium en kalium bepaald. Dan is het nog handig om te weten dat het potentiaalverschil invloed heeft op de permeabiliteit van het celmembraan. Dat betekent dat eerst natrium met veel moeite diffundeert de cel in, maar dat bij een drempelwaarde de deuren ineens worden opengezet, waardoor natrium veel makkelijker de cel in kan. Dan gaan we nu kijken naar een actiepotentiaal. Alle cellen hebben een rustpotentiaal, maar alleen spiercellen en zenuwcellen kunnen een actiepotentiaal genereren. De belangrijkste principes bij een actiepotentiaal zijn 1. Dat de natriumconcentratie op een gegeven moment de drempelwaarde haalt, waardoor natrium supersnel de cel binnenstroomt, en net iets later gaat de kalium pas. En 2. Een actiepotentiaal is altijd hetzelfde. Er bestaat geen sterke of zwakke actiepotentiaal. Een actiepotentiaal is een actiepotentiaal. Laten we er nu even naar gaan kijken. We beginnen met een rustpotentiaal van minus 70 millivolt. Daarna probeert natrium stukje bij beetje de cel in te komen. Dat lukt en op een gegeven moment wordt de drempelwaarde van minus 60 millivolt gehaald. De deuren gaan open en natrium gaat massaal de cel in, waardoor de cel steeds positiever geladen wordt, tot plus 30 millivolt. Dan gaat de kalium reageren en de cel weer uit, waardoor de cel steeds meer negatief geladen wordt. Dat schiet altijd nog een beetje door, wat we hyperpolarisatie noemen, maar dat herstelt zich weer. Dan is er dus elektrisch herstel. En nu is er weer een rustpotentiaal. Maar vanwege homeostase moeten wel alle kaliumpjes en natriumpjes, die zijn verplaatst natuurlijk, wel weer terug naar hun oorspronkelijke plaats. Dat doet de natrium-kaliumpomp. Als die klaar is, is de oorspronkelijke situatie dus weer terug en dat noemen we chemisch herstel. Gedurende de refractaire periode kan een celmembraan niet opnieuw worden geprikkeld. Daarna wel weer gewoon.
Een actiepotentiaal duurt ongeveer 2 milliseconden. En een cel kan maximaal rond de 500 actiepotentialen per seconde vuren. Aangezien we het over zenuwen hebben, is het ook van belang dat de actiepotentiaal zich voortbeweegt. Van bijvoorbeeld een receptor in de huid, door de neuron, oftewel zenuwcel, via het ruggenmerg naar de hersenen, de zogenaamde sensibele baan. Of van de hersenen via het ruggenmerg naar een spiercel om een beweging teweeg te brengen, een motorische baan. Om van A naar B te komen zijn 3 neuronen nodig. Het doorgeven van het signaal binnen de neuron zal gebeuren met een actiepotentiaal. Het overschakelen van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel gebeurt in de synaps met behulp van neurotransmitters, waardoor weer een actiepotentiaal wordt opgewekt in de volgende zenuwcel. Meer over de synaps en de neurotransmitters kan je leren in mijn video over neurotransmitters. Laten we inzoomen op een van de neuronen om naar een actiepotentiaal te kijken. Bij een actiepotentiaal zal natrium de cel binnenlekken totdat de drempelwaarde is gehaald. Dan worden de deuren opengezet en kan het massaal naar binnen. Hierdoor zal het volgende stukje de drempelwaarde ook halen en daar wordt ook de deur opengezet. En het volgende stukje, en het volgende stukje, enzovoort, enzovoort. Kalium komt lekker traag op gang en gaat de cel uit als natrium al een stukje voorloopt. Maar hier zitten we dan in de refractaire periode, waarbij de kant waar net de actiepotentiaal is langsgekomen even niet opnieuw gestimuleerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat de actiepotentiaal maar één kant op kan, richting de hersenen. Om dat proces wat te versnellen zijn er de schwancellen, die samen de myeline, oftewel de isolatielaag, verzorgen. Op die punten komen ionen niet naar binnen of buiten de cel. Hier komt de actiepotentiaal aan en zal dus ook weer een actiepotentiaal onvermijdelijk zijn. Je zou denken dat de natrium dan door diffusie verder gaat, maar dat gaat te langzaam in termen van zenuwcellen. Wat er gebeurt is dat natrium een ander natriumion verder duwt, en die duwt dan weer een natriumion verder, en die dan weer, etc. etc. Omdat ze positief geladen zijn, werkt het verder drukken alsof je met een positieve magneet een andere positieve magneet wil verder duwen. Dit gaat natuurlijk super snel, dus wordt er een heel stuk overgeslagen en kan in het gat, oftewel knoop van Ranvier, weer natrium naar binnen stromen om vervolgens weer een heel stuk te kunnen overslaan door de volgende schwancel. Hierdoor kunnen zenuwen pulsen doorgeven met een snelheid tot wel 100 meter per seconde. Dit was de video over actiepotentialen. Heb je vragen of opmerkingen? Ik lees het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken!